Goedenavond allemaal. Welkom bij de oriënterende ronde van 24 mei. Ik wil gaan naar punt 2 van de agenda nu we de opening gehad hebben, het vaststellen van de agenda. Kan deze uw goedkeuring wegdragen? Ik zie niemand. Dan ben ik aangekomen bij punt 3 van de agenda, het spreekrecht. En dan moet ik even naar mijn aantekeningen toe om de titulatuur en aankondiging juist te doen. Ik wil graag het woord geven aan de heer coach en hovenier F.M. Vos. Voorzitter, ik ben eventjes benieuwd. De tribune zit wat minder vol dan 2 weken geleden. Hoeveel minuten spreekrecht vindt de heer Gelling dat deze meneer dan nu moet hebben? Ik weet niet of dat een vraag voor de heer Gelling is, want de heer Gelling gaat daar vanavond wat mij betreft niet over. Ik ga over de spreektijd. En we hebben met elkaar afgesproken dat de spreektijd maximaal 5 minuten is. En ik zal deze ook strikt handhaven, meneer Van der Wel. Dank u wel. Dan is nu het woord aan de inspreker. Denkt u even aan het knopje voor de microfoon? Nou doen we het. Oké. Geachte raadsleden, burgemeester en wethouders. Hardenberg zou een primeur kunnen krijgen. De eerste gemeente die zou besluiten om de verantwoordelijkheid van het onderhoud van de openbare ruimte in bewoonde gebieden geleidelijk te delegeren naar de burger zelf. Helaas hebt u mijn persbericht niet ontvangen. Door de griffier is echter wel aangezegd dat dit persbericht morgen aangeleverd wordt bij uw mail. U kunt het persbericht inzien op mijn website coachfmvos.weebly.com. Gezien de spreektijd ga ik nu alleen in op hoe dit plan verhoudt tot de overheid. Mijn oproep is dit. We moeten de verantwoordelijkheid voor het groenonderhoud in de woongebieden geleidelijk overhevelen van de overheid naar de burgers toe. We moeten als overheid de burger in staat stellen om door middel van bewonersactieteams de groene buitenruimte zelfstandig te kunnen onderhouden. Een bewonersactieteam bestaat uit 3 onderdelen. Een green team, een clean team en een dream team. Het dream team werkt uit hoe men burgers kan inzetten om de omgeving groen en schoon te houden. Dit plan zou per gemeente uitgewerkt moeten worden. In mijn persbericht vertel ik hoe ik mijn directe omgeving tot bloei heb gebracht en het effect dat dit kleine stukje Hardenberg op mijn omgeving heeft. Ik nodig u uit om zelf een keer te komen kijken wat het verschil is dat 1 persoon kan maken op de omgeving. Er zijn veel meer burgers die graag in een team zouden willen samenwerken om gezamenlijk met andere teams Hardenberg tot een schone en bloeiende stad te maken. Dit zou mogelijk gemaakt kunnen worden door u als raad. Maar dan zou u daartoe moeten besluiten. Mijn vraag is dit. Wilt u in commissieverband gezamenlijk besluiten om een werkbaar plan op te stellen, zodat de burgers zelf hun woongebied mogen beheren? Ik kan u daar eventueel bij helpen. Zolang u de verantwoordelijkheid voor het onderhoud zelf heeft, zal de burger dit aan u overlaten. Als u het aantrekkelijk maakt voor de burger, zal hij dit per wijk heel goed kunnen invullen. Het idee lijkt erg op volkstuinparken, waar de bewoners geheel zelf het park onderhouden. Loop maar eens door een volkstuinpark waar de tuinders allemaal het park onderhouden en u heeft het bewijs dat dit plan kan werken. Uiteraard neemt het tijd om mensen hieraan te wennen, maar als het idee ingeburgerd is en het wordt aantrekkelijk gemaakt voor de burger, dan kan dit ook op grote schaal werken van een stad of een dorp. Op dit moment maakt de bestuursdienst om een Hardenberg gebruik van 30 plus 16 FTE's om groenvoorziening en schoonmaak uit te voeren, als ik goed geïnformeerd ben. Met mijn voorgestelde plan kan een team van 10 tot 20 mensen in de groenvoorziening en het schoonhouden voorzien van iedere wijk. En hier zitten dan gemotiveerde mensen en professionals tussen. En deze mensen zullen de hele bebouwde ruimte kunnen maken zoals nu rondom mijn huis te zien is. De overheid zou gesprekken kunnen aangaan met woningstichtingen, scholen, de kerken, wijkverenigingen, natuurverenigingen en plaatselijk belang. Deze soorten lokale instanties zullen met coaching en met hulp van hoveniers bewonersactieteams kunnen gaan opzetten. De bewonersactieteams krijgen minituinen en plantenbakken toegewezen en kleine sponsors kunnen zorgen voor de bekostiging van de uitgaven.
De plantsoenendieners zullen in wijken en dorpen alleen nog gazons maaien, bomen planten en snoeien en op verzoek materiaal leveren aan bewonersactieteams. Jaarlijks kunnen dan prijzen uitgereikt worden in iedere buurt voor de mooiste minituin en de beste bewonersactieteam per regio. Op de gemeentewebsite kan men dan foto's tonen van de leukste minituinen. Mijn voorstel bewerkt betere resultaten dan de huidige aanpak. In de huidige aanpak wordt het onderhoud van kleingroen en een aantal keren per jaar uitgevoerd. De beplanting is nu vooral struiken die met slechts minimaal onderhoud kunnen worden geserviced. Spelende kinderen en langslopende burgers bezeren zich aan de stekels en zwerfvuil verzamelt zich rondom de struiken. Onkruid kan maandenlang doorgroeien. De kwaliteit van de buitenruimte nodigt de burger niet uit om buiten te blijven. Men vlucht het huis in nadat de dagelijkse bezigheden zijn afgerond. Er zijn te weinig contacten met buren. De burger voelt zich niet betrokken bij het onderhoud van de omgeving en beschouwt dit een taak van de lokale overheid. Door het gebrek aan contacten ontstaan misverstanden die leiden naar conflicten. Buren komen niet bij elkaar over de vloer en kunnen geen dempende invloed uitoefenen bij onderlinge conflicten binnen de familie zelf. Zelfzorgtekort wordt niet gesignaleerd. Kindermisbruik wordt niet gesignaleerd. Ruzies woekeren voort. Ruzies leiden tot echtbreuk, misbruik, verslaving en criminaliteit. Dit blijkt duidelijk uit sociologische studies. Omdat de overheid ook verantwoordelijk is voor jeugdzorg, onderwijs en herstel van vernielingen, stijgen de overheidsuitgaven hiervoor. Ook komen er meer kosten voor het bouwen van meer woningen, omdat mensen geen sociale vaardigheden hebben en het liefst op zichzelf gaan wonen. Hoe verder we komen met het afstandelijk beleid van de overheid, haar werkwijze en haar regelzucht, hoe meer de overheid blijft vervreemden van de burger. De kloof wordt steeds groter. Dit, terwijl vele ambtenaren en politici juist heel aardige mensen zijn voor hun omgeving. Het ligt aan de manier van werken bij de overheid, niet aan u persoonlijk. Kijk dus niet hiernaar als functionaris, maar als persoon. Kunt u komen tot uw conclusie en afronding, want u zit al ruim over de 5 minuten. Overheid, neem stappen om de buitenruimte terug te geven aan de burger. Overheid, help de burger weer zijn verantwoording te nemen in de wijk. Overheid wil dienstverlenend werken naar de burger toe. Wees als overheid welwillend en servicegericht. Treed de burger tegemoet en zeg, we willen u uw buurt weer teruggeven. We willen u helpen om trots te zijn op uw buurt. We willen u op weg helpen en het mogelijk maken. Vertel ons wat u nodig hebt. We willen een stap terug doen en u in de gelegenheid stellen uw buurt weer mooi te maken. Breng groen en kleur terug in dorp en stad. Geen kwestie van gewoon doen, maar een kwestie van gewoon doen. Dank u voor uw aandacht. Dank u wel. Blijft u nog even staan voor eventuele vragen. Ik kijk even rond. Ik zie dat de PvdA aanvraag heeft. De ChristenUnie, dan ga ik beginnen bij de ChristenUnie, de heer Mulder. Ja, dank u wel. Ja, op zich zou het fantastisch zijn als dat inderdaad zou lukken. Maar kunt u aangeven hoeveel initiatieven u al hebt waargenomen in de samenleving? Dat men zegt van nou, we hebben bij de gemeente hebben aangeklopt en gevraagd van mogen wij onze eigen omgeving onderhouden? Kunt u daar iets over zeggen? Ja, ik kan u ook een persoonlijk voorbeeld geven. Ik werk ook in Amsterdam en ik heb daar een studioruimte in de Transvaalbuurt. En daar was een bijeenkomst van destijds van de deelgemeente, van de woningstichtingen, van alle plaatselijke wijkverenigingen. En zij hadden een vergadering en over het Krugerplein. En het Krugerplein was op dat moment helemaal verloederd. Veel criminaliteit, veel gokken en veel verslaving. Ik heb toen, net zoals nu, heb ik een oproep gedaan om het Krugerplein terug te geven aan de buren. En dat is gebeurd. En de overheid en de woningstichtingen en alle instanties hebben samen een plan ontworpen. En nu op dit moment is de hele problematiek is verschoven naar die wijken waar de burgers dat niet kunnen doen. En verder is het ook. Ik bedoel eigenlijk in de gemeente Hardenberg. Ik bedoel, Amsterdam is natuurlijk niet hier in de buurt. Maar ik bedoel in de gemeente Hardenberg. Je spreekt daar met passie over. Maar ik ben ontzettend nieuwsgierig omdat u zegt, er zijn veel meer burgers
die zulke soort initiatieven zouden willen gaan ontplooien. Dus in Hardenberg aan zich zou ik graag willen weten van u, hoeveel initiatieven zijn er volgens u? Ik heb bij de koppel heb ik veel mensen ontmoet toen ik daar cursussen gaf over hoe je moet tuinieren en hoe je jezelf moet inmaken en hoe je zelf fruit moet verbouwen. En dat waren tientallen mensen en uit allerlei delen van deze gemeente. En die namen zelf deel, maar als individu. En het hele verschil als het individualistische optreden, wat ik ook doe, met het organiseren van bewonersactieteams, dat is eigenlijk nog niet echt gedaan. Ook niet in Amsterdam, ook niet in Amstelveen. En ik heb hier een oud raadslid bij me uit Amsterdam. Hij heeft me ook geïnformeerd. En het bijzondere van alles is van je moet het organiseren zodat het niet na een jaar weer wegvalt. Je hebt een team nodig die zich dat ter harte neemt. En dat werkt. En individuele initiatieven werkt ook, maar niet lang. Voldoende zo, heer Mulder? Mevrouw Luiten? Het lijkt me op zich een heel sympathiek voorstel. Ik vroeg me alleen wel één ding af, omdat we hier zo over duurzaamheid natuurlijk in de gemeente bezig zijn. In mijn ervaring, als ik om me heen kijk als burgers het zelf doen, dan wordt er wel heel veel verhard. Steeds meer voortuinen raken bestraat enzovoort. En dat is natuurlijk heel slecht voor de biodiversiteit en het regenwater enzovoort. Dus hoe wou u voorkomen dat het na een paar jaar toch allemaal beklinkerd is? Je hebt bevlogen mensen daarvoor nodig. Je hebt professionals daarvoor nodig. En je hebt ook mensen met een visie daarvoor nodig. Ik heb het over het dreamteam gehad. De mensen die dusdanig gemotiveerd zijn, die zet je in een dreamteam van het bewonersactieteam. Zij kunnen de mensen enthousiasmeren. Daarnaast kun je gebruik maken van professionele coaches en van professionele hoveniers om ze te laten zien hoe dat kan gerealiseerd worden in hun wijk. Niet in het algemeen, niet in theorie, maar dat je ze gewoon laat zien van hier is deze plantenbak, hier is deze kring om een boom heen, daar kun je dat en dat en dat mee doen. En zo moet je dat doen, met verschillende mensen die je in het dreamteam hebt. Dan zag ik nog een vraag van mevrouw Van Doek, klopt dat? Ik ben u even kwijt, want u zat het meer naar links en we hebben dat voor mij naar rechts opgeschoven. Dank u wel, voorzitter. Dus het doet me bijna zeer dat u mij zou vergeten. Het is natuurlijk een betoog wat u hieruit, dank u wel, voor, met passie. En wat het mij raakt in mijn groene hart is de inclusie en de samenvoeging en het samen zorgen voor je eigen omgeving en dat je de verantwoordelijkheid draagt dat daar waar je woont, dat dat ook mooi en prettig is om te wonen. En dat dat een positief effect heeft op ons allemaal. Nou heb ik uw stuk niet al voor me liggen, dus de vraag is dan, wat heeft u nodig vanuit deze gemeente aan middelen of ondersteuning? En staat dat in uw stuk? Hoe we dat zouden moeten faciliteren om dit tot stand te kunnen brengen? Er zijn in principe een paar stappen voor nodig. Eerst moet er vanuit de gemeente moet er een erkend plan komen. En dat moet besproken worden in de commissie. Dat neemt enige tijd. En ik ga ervan uit dat voordat het helemaal rond is, dat het half jaar tot een jaar gaat duren voordat het helemaal rond is. Dan moet je naar de verschillende buurtverenigingen, kerken, scholen en dat soort gaan. En je moet een bewustwordingscampagne gaan beginnen, zodat er in de gemeente langzamerhand het besef komt van hé, wij zijn straks verantwoordelijk voor de buitenruimte. Dat neemt tijd. En ik weet uit mijn coachingsopleiding dat het ongeveer anderhalf jaar duurt voordat je zo'n tendens om kunt draaien van overheidsverantwoordelijkheid naar burgerverantwoordelijkheid. Niet participatie, zoals we in de WMO hebben, maar het wordt de verantwoordelijkheid van de burger. Niet meer van de overheid, maar van de burger zelf. En als in en dat, maar er moet structuur in zitten, die structuur moet opgebouwd worden. Als het klaar is in de commissie, gaat het naar de verschillende andere buurtverenigingen, kerken enzovoort. En die gaan dan helpen om uit de groep mensen die zij kennen, om die te bewegen om dat samen met de gemeente, met de overheid te doen.
Zij voelen zich dan gesterkt in zoverre dat er budgetten nodig zijn die sponsoren niet kunnen dekken. Dan moet er subsidie gegeven worden. Ik geloof niet in structuren, in continue subsidies, want die werken niet. Maar het moet een aanmoedigingssubsidie zijn, zodat ze het kunnen opzetten en op een gegeven moment met behulp van sponsoren, misschien een collecte af en toe, dat het dan wordt gerealiseerd. En op het moment dat het misgaat, hè, mensen overlijden, mensen gaan verhuizen en dan kan zo'n bewonersactieteam plotseling stil komen te liggen, dat er dan weer vanuit bijvoorbeeld de kerk of iets dergelijks, dat er een nieuw team wordt opgezet. En de teams zelf, die kunnen gewoon zelfreinigend bezig zijn. Is dat voldoende antwoord op uw vraag, mevrouw Van Hoek? Dank u wel. Dan dank ik de heer Vos voor het inspreken en heel veel succes in de toekomst. Dank u. Goed, dan gaan we nu verder met het meningsvormend deel van de agenda. De conceptjaarstukken 2015 en de conceptbegroting 2017 van de bestuursdienst Om en Hardenberg. Ik wil graag het onderwerp opknippen in twee onderdelen om de discussie wat helder te houden. Mijn voorstel is dat te doen om de conceptjaarstukken eerst te behandelen en daarna de conceptbegroting. Kan dat jullie instemming wegdragen? Ik zie niemand die daar een opmerking op. Ja, wat mij betreft is het niet nodig, maar het kan. Oké, dan als het kan ga ik daar graag op die manier mee om. Ik sluit mij graag aan bij de woorden van de heer Stelstra. Mag het mij betreft ook in één keer? Wat mij betreft ook. Mij betreft ook, hè. Dit is dan weer jammer. Ik denk, ik probeer het toch eventjes om op die manier door te zetten. Het mag, maar goed. Hierbij en de voorzitter wel helemaal in verwarring vanavond. Nou ja, goed. Dan op uw verzoek. En als het wat rommelig wordt, verwijt het dan niet de voorzitter. Maar op uw verzoek gaan we beide stukken tegelijkertijd behandelen. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Goed, ik ga aan mijn rechterkant beginnen. Ik begin bij het CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik heb over een tweetal onderwerpen een paar vragen. Dat betreft in de eerste plaats de bezuinigingen. Dat is onderdeel van de jaarrekening. En de vragen die we graag wat verdiept beantwoord willen zien vanuit het college zijn van, klopt het dat wij vaststellen dat de bezuinigingen doorlopen tot 2019, hoewel we in feite een bezuinigingsplan hebben afgesproken tot en met 2017? En zijn er nu geplande bezuinigingen ook daadwerkelijk hard ingevoerd, zodat ze hier niet meer tot aanvullend budget aanleiding geven? Met andere woorden, van kunnen ze gerealiseerd worden? Leidt dat uitstel van die bezuinigingen ook tot extra frictiekosten mogelijk voor de gemeenten? En dat is het onderwerp wat betreft de jaarrekening, wat betreft de begroting. Valt het ons op dat met name in de tabel waar het gaat om de reserves, de voorzieningen, dat er wel heel veel toename is bij tractie en automatisering de komende jaren, maar dat er geen enkele investeringen gepland zijn. En ook graag willen wij een toelichting op de organisatieontwikkeling, want die loopt nogal sterk op en loopt af, maar daar blijft toch een heel groot gedeelte op langere termijn blijkbaar in die pot zitten. En de vraag is of dat nodig is. Dat waren eigenlijk onze vragen. Dank u wel. Dan ga ik nu naar de heer Stelstra. Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil de ChristenUnie-fractie een compliment maken over het positieve resultaat. En dan wel het resultaat wat terugvloeit naar onze gemeente. We onderschrijven wel de opmerking van de accountant dat de timing wellicht beter afgestemd kan worden, zodat het resultaat niet een jaar later pas in onze gemeente zichtbaar is. En we zijn benieuwd of het college dit punt gaat oppakken. Anderzijds is het wel jammer dat er een verklaring voor beperkte rechtmatigheid wordt afgegeven. Dit heeft te maken met de aanbestedingen, hebben we het net ook over gehad. We begrijpen dat de accountant prioriteit hieraan geeft. Dan het weerstandsvermogen. Onze fractie heeft daar wel vaker bij stilgestaan. En de accountant geeft aan dat dit niet noodzakelijk is. En onze fractie zit meer op die lijn. Toch zien we de wens van het bestuur over de omvang van het weerstandsvermogen periodiek stijgen. We begonnen met 0, 2 ton, 6 ton en nu zelfs 1 miljoen. Wij zien liever een klein weerstandsvermogen. En daarom de volgende vraag.
Hoe vaak is het tot nu toe voorgekomen dat er problemen zijn opgetreden door een te laag of geen weerstandsvermogen? Hoe waarschijnlijk is het dat het weerstandsvermogen gebruikt gaat worden? Wat is de doorlooptijd bij een probleem als er geen budget is en het is een spoedgeval? De accountant geeft ook aan dat de analyse vrij beperkt is over het weerstandsvermogen. En we zijn benieuwd wanneer er een betere analyse komt. Daarnaast maakt de accountant een opmerking over de detacheringen. We zijn benieuwd wat het college daarmee gaat doen. In het jaarverslag wordt gesproken over zero-based budgeting. Maar we zien ook dat de afdeling dienstverlening een weerstandsvermogen van 162.000 euro gaat aanhouden. Wij zouden daar graag een toelichting op willen. Dan de begroting. CDA maakte net ook een opmerking over. Er is een nota bezuinigingen in perspectief 2016 tot 2019. Ik heb even zitten zoeken in het raadsinformatiesysteem. Kon het niet vinden. En ik was even benieuwd of die nota ook voor ons beschikbaar is. En we zijn ook even benieuwd naar de status van de bezuinigingen. Dat was het voor nu. Dank u wel, heer Stelgstra. Ik constateer wel dat u toch een behoorlijk aantal technische vragen gesteld heeft. Ik laat het even aan de portefeuille houden of u die nu al dan niet beantwoordt. Wat bedoelt u met technische vragen? Zoals ik zeg, technische vragen, daar hebben we hier met elkaar volgens mij de afspraak over dat technische vragen op voorhand gesteld kunnen worden. Ik heb geconstateerd dat u toch een aantal technische vragen gesteld heeft. Dus ik laat het even aan de portefeuille houden of die technische vragen ook per se beantwoord gaat worden. Wellicht kunt u mij even helpen over die technische vragen. Want ik ga er nu even niet over in discussie, meneer Stelgstra, want volgens mij is dat even niet de bedoeling bij deze. Dan ga ik verder naar de heer Gelling, als ik het goed gezien heb. Of had u niet uw vinger opgestoken? Zeker, ik had gedacht dat u de fractie van GroenLinks nog even de ruimte zou geven. Ik heb bij GroenLinks niks voorbij zien komen, dus aan u het woord. Ja, voorzitter, ik had natuurlijk een zorgvuldig lijstje gemaakt met vragen, maar kom naar afstrepen. Nu meneer Stelgstra zorgvuldig zijn werk gedaan heeft, niet heel veel verder dan mij daarbij aansluiten. Een paar dingen toch. En dat is ter zake van de jaarrekening. Eigenlijk in aansluiting ben ik wel benieuwd naar wat de portefeuillehouder vindt van de opmerking van de accountant. Maar goed, daar sluit ik me bij aan. Belangrijker vind ik eigenlijk, en dat is de combinatie tussen het jaarverslag, jaarrekening, maar ook de begroting, is dat het telkens terugkomt, niet alleen hier, maar in alle financiële stukken, het voorspellend vermogen. En daarbij eigenlijk de vraag dan telkens, ja, waar kijken we nou precies naar? Hè? Want wat er nu gebeurt, een felicitatie is mooi van de fractie aan haar eigen wethouder. Maar is dat wel een felicitatie waard als je iets op nul begroot om vervolgens 6 miljoen daarvan af te wijken? In dit geval dan positief. Een compliment, is dat een felicitatie? Of had u het niet over? Dat is bijna hetzelfde, een felicitatie en een compliment. Misschien is een felicitatie nog mooier, want zo'n resultaat verdient het bijna. Waar er niet voor zitten dat het ook nog hoofdzaak is. Voorzitter, ik moet misschien even de heer Gelling corrigeren, want ik heb geen compliment gemaakt aan de wethouder. Nee, daarom zei ik ook meneer Stelgstra. Ja, maar hij is de heer Prins. Precies, de heer Prins is namelijk portefeuillehouder, niet de heer Jans op dit dossier. Ach, nou kijk eens aan, meneer Doeger. Ik moet toch zien dat blij om te zien dat de raad zo'n goed corrigerend vermogen heeft. Het is over aardig dat meneer Stelgstra zich wel aangesproken voelde door te vragen of een felicitatie nou hetzelfde was als een compliment. Maar dat dan terzijde. Ik ga verder, meneer de voorzitter. Het is, overigens is de stemming goed aan de overkant, kunnen we constateren vanavond. De vriendschappelijke verhoudingen die zo gepoogd worden, die worden ook gevierd hier in ieder geval. Maar dat belooft veel voor de rest vanavond. Wat mij opvalt in het hele verhaal is eigenlijk, en nu we daar toch over hebben, is het positieve beeld wat voortdurend geschetst wordt. Hè. Ik noem een paar dingen. Nu zegt in het jaarverslag dat u de hoogste waardering van de provincie krijgt ter zake van interbestuurde toezicht. De planning en controle in onze organisatie hebben we de zaken goed op orde. Pagina 21, daar wordt overigens een opmerking bij gemaakt ter zake de accountants op punt 3 van zijn aandachtpunten dat interne beheersing nog wel wat aandacht verdient. Het cijfer voor dienstverlening, telefonie, het is allemaal fantastisch. 8,3, 8,4, WOZ-bestand na verbetering, allemaal goed. Maar is het allemaal wel zo goed, voorzitter? Want uit het BMC-rapport, ter zake van de BOH, kreeg ik een iets ander beeld. De WOZ-heffing en het CDA heeft er nog een opmerking over gemaakt ter zake van de 480 niet-woningen. Was dat wel zo goed? Hoe zit het met de kwetsbaarheid? Pagina 21 van het jaarverslag, het mobiliteitsbureau, de detacheringen, de helft daarvan is intern. Is dat allemaal positief of niet? Ruimtelijk domein, verbaast mij dat daar gezegd wordt dat 20% van de bezetting ook daadwerkelijk de organisatie heeft verlaten. Alsof dat ook een opmerking waard is. Wat gebeurt er dan anders als er bezuinigd wordt?
tijdelijke inhuur van 17% van het totale personeel, dat is veel. In de jaarrekening wordt die specificatie niet gemaakt, in de begroting overigens wel. En daar is het geen 17%, maar 25%. Dat is overigens vrij technisch, maar ik maak hem toch. En het betreft een bedrag van €8.151.000 voor 2015. En ik ben heel benieuwd waar de wethouder voor het meerjarenprogramma ineens een terugbrengen daarvan naar €2.892.000 krijgt. Dat is 65% besparing op het inhuren van. Voorzitter, misschien is het voor de discussie die we hier willen voeren wel handig dat de heer Gelling stopt met het oplezen van wat wij allemaal hebben kunnen lezen. Maar misschien komt tot zijn vragen. Dat maakt het misschien wel een stuk duidelijker. Ja. Ik moet constateren, heer Dogge, dat ik wel een aantal waardeoordelen hoor van de heer Gelling. En ik wil dus ook dan inderdaad, ga wel met u mee dat de heer Gelling wil verzoeken om nu wel tot de vraagstelling te komen naar de opzomming die u gedaan heeft. Mijn vragen naar meneer Dogge toesturen, dan kan hij ze van tevoren even doorlezen. De vraag was namelijk, meneer Dogge, hoe komt de wethouder erbij, ik zal het ook langzaam voor u formuleren, hoe komt de wethouder erbij om het personeel wat ingehuurd wordt van derden voor 2015 van €8.151.000... terug te brengen naar €2.892.000, wat een behoorlijke teruggave is. Dat waren eigenlijk eerst de vragen in eerste aanleg en ik zal mij beraden op de tweede. Dank u wel. Dank u wel, heer Gelling. Dan ga ik naar de heer Rodemond. Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk zijn alle vragen die ik in mijn hoofd had gesteld, dus zal ik de overkant ook niet vermoeien met aanvullende vragen. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Ploeghorst. Ja, dank u, voorzitter. Nou, u begrijpt, mijn technische vragen zijn wel op. Maar ik heb toch even een paar domme boerenvragen. En op pagina 18, daar staat, er zijn investeringen gedaan ten behoeve van de verbetering van het binnenklimaat. Hadden die iets te maken met een protestbrief van de champignonkwekers van oneerlijke concurrentie? Of hoe moet ik dat precies bekijken? Dan is er een tweede opmerking van mijn kant, dat is op pagina 54. Huisvestingkosten, het schoonmaakkosten, die zijn met €41.000 overschreden. En dat, ja, daar schrik ik van. Want in die zin, als ik het personeel hoor, dan hebben ze eigenlijk na gewenning eigenlijk maar één klacht. Die ramen hier, die zijn zo smerig, dat ik kan niet eens zien wat er buiten gebeurt. Maar dat was niet op dezelfde verdieping dan die champignons. Dank u wel, meneer Ploeghorst. Mevrouw Luiten, aan u en slot. Dank u wel, voorzitter. Ik beloof u dat ik geen technische vragen zal stellen, alleen politieke. Maar die zijn wel allemaal precies hetzelfde als die van meneer Stelpstra. En van meneer Gelling onder andere. Wat ons betreft, ik zal alle andere dingen die wij hetzelfde vonden laten zitten. Maar wij zijn wel degelijk heel benieuwd naar de antwoorden op de vragen hoe van de portefeuillehouder wat de reactie is op de aanbevelingen van de accountant. Alle drie, sowieso het voorspellend vermogen. Want ik sluit me geheel aan dat het weliswaar keurig beheerd is. Maar of je nou, als je zoveel overhoudt, dat is dan weliswaar keurig. Maar of we daar nou zo blij mee moeten zijn, dat is maar zeer de vraag. Omdat als je zo ruim begroot, dan ontneem je feitelijk een soort politieke keus over wat je met dat geld nog meer zou kunnen doen. Wat dat betreft sluit ik me dus ook aan over het omgaan met het resultaat in hetzelfde jaar. Want ook daar, dat heeft politieke consequenties over de besluitvorming wat er met de middelen van de gemeente gebeurt. En tot slot, en wat dat betreft overwegen wij wel degelijk toch op een zienswijze aan te sturen. Wij hebben grote problemen met de argumentatie waarom de algemene reserve van de BOH zou moeten stijgen. En we zien daarin ook, we zien ons daar gesterkt door de accountant, die ook aangeeft dat daar wettelijk helemaal geen noodzaak toe is, omdat de gemeentes wettelijk gewoon aansprakelijk zijn voor alle tegenvallers. En als ik dan daar meteen maar even de begroting 2017 en de meerjaarbegroting bij neem, dan zie ik dat daar ook wordt begroot op een oplopend reserve naar 8 ton in 2020. Dus dan zijn we al behoorlijk op weg naar 1 miljoen en wij zijn daar dus vooralsnog niet zo voor. Dus we zijn heel benieuwd waarom de portefeuillehouder dat dan toch heel noodzakelijk vindt. Helder, dank u wel. Dan wil ik graag het woord geven aan de portefeuillehouder. Voorzitter, dank u wel. Laat ik maar beginnen met het fenomeen algemene reserve. Dat is een terugkerende debat in deze raad. En vorig jaar heb ik als portefeuillehouder ook aangegeven dat
het verlangen, het streven is om tot een algemene reserve te komen van 1 miljoen. En dat had met name te maken met een constatering die wij uit een stukje benchmark hadden gehaald. De Belgemeentes, de veiligheidsregio, 2,5% van de omzet is in dit soort gemeenschappelijke regelingen, is een goed gebruik. Dat hebben we proberen, en dat kunt u zien in de, begroting, hebben we dat wat nader proberen te onderbouwen. Een voorbeeld is 1% ziekteverzuim, dat is ongeveer 3 ton. Nou, dan hebben we nog wat andere risico's benoemd. Ja, en de opvatting van de gemeenten staan wel garant. Maar we hebben ook te maken met een andere overheid die niet alleen de begroting van de gemeenten beschouwt, maar ook die van de BOA, en dat is de provincie. En de provincie dringt er elke keer in de gesprekken die er zijn op aan, kun je de risico's, hoe heeft u de risico's afgedicht? En dan kan u wel zeggen van ja, dat is een gemeente die daar garant voor staat, maar dat is nog maar de vraag. Er moet wel een besluit onder liggen. Onder de gemeentebegroting ligt een raadsbesluit, ja, en daar ligt dus ook het besluit van wat de algemene reserve zou moeten zijn. En die wordt ook op die wijze vastgesteld. En in de BOH is dat voorbehouden aan het AB. Dus je kan wel zeggen, de gemeenten staan er garant voor, maar er moet wel een besluit ook onder liggen. En een wat praktischer, stel dat de BOH 4 ton nodig heeft en ene gemeente zegt wij willen wel ons deel, die 75 of die 25% beschikbaar stellen. En de andere gemeente zegt ja, dat past ons nu even niet, dat doen we nu even niet. Ja, dan krijg je natuurlijk wel wat lastige situaties en dat betekent dus ook dat je voor, nou, ik zal niet zeggen elk wisselwasje, maar daarvoor elk redelijk bedrag wat er nodig is door tegenvallers, dat je terug moet naar de raad voor de besluitvorming. Ik vind het logisch dat als je een significante greep uit die reservepot doet, dat je daar met de raad over in gesprek gaat. Maar u moet zich voorstellen, het is een gemeenschappelijke regeling. En als de veiligheidsregio of als de GGD een tegenvaller heeft, ja, dan liggen daar ook redelijke mandaten om daarin te voorzien, ja, vanuit hun eigen reserve. Ik wil de BOH niet helemaal vergelijken met de GGD en de veiligheidsregio. Het staat wel iets dichter bij u, tenminste daar ga ik gevoeglijk van uit. Dus vandaar ook dat ik zeg, als er een significant bedrag uit de reserve nodig is om ergens een tekort aan te vullen, dat we daar u even over informeren. Zo zou ik het willen zeggen. Dus ja, ik denk toch nog zeker dat zo'n algemene reserve, en over de hoogte kun je altijd discussiëren. We hebben dat proberen te onderbouwen met een benchmark en met getallen uit onze eigen organisatie. En wij streven er toch na, ook om uit de controlegreep van de provincie hier, zeg maar, te blijven, om in de buurt van die 1 miljoen uit te komen. Dat hoeft niet meteen morgen, en dat ziet u ook. Ja. Dus dat is denk ik wel een... Mevrouw Hansen, heeft u een aanvullende of verduidelijkende vraag? Ja, dank u voorzitter. Kan de wethouder misschien het woord significant binnen bepaalde bandbreedte gaan formuleren? Want dit is al heel breed. Ja, nee, maar dat zou ik wel kunnen. Kijk, als het een bedrag gaat die een paar ton te boven gaat, dan denk ik dat wij u daarover informeren. Maar ik denk niet, ja, vanuit een gemeenschappelijke regeling waar het algemeen bestuur het bevoegd zag, zeg ik maar even, ja, dat we voor elk wisselwasje naar u terug gaan. En dat zou u waarschijnlijk ook niet willen. Ja, maar met informeren bedoelt u dat u een mededeling geeft, maar dat het dus niet in de raad ter beoordeling voorkomt? Nee, maar dan is het aan u om het op de agenda te plaatsen. Ja? Dat is de feitelijke situatie, dat is de feitelijke positie waarin u zit. En dan wil ik niet belerend overkomen, maar ja, misschien doe ik dat wel. Maar goed, neemt u mij dan niet kwalijk. Maar dat is eigenlijk de feitelijke positie waarin u zit. Het is aan het AB, het zijn taken aan het AB gedelegeerd. En het AB heeft weer taken aan het DB. En als bestuur hebben we ook allerlei taken aan de directie gemandateerd. Zie de BMC-evaluatie waarvan u toen zei van nou, wij stemmen in met de wijzigingsvoorstellen zoals die liggen om de BOH beter, adequater te laten functioneren. En daar hebben we vorm en inhoud aan gegeven. Dus als wij u minder reserves geven, moet u eerder naar de raad komen en hebben wij eerder onze stem makkelijker te brengen. Ja, zo zou u hem ook uit kunnen leggen. En als u zich overal mee wil bemoeien met de bedrijfsvoering, dan moet u dat doen. Ja, ik bedoel, simpeler kan ik het niet maken. Maar kijk, ik denk ook dat, dat de bedrijfsvoering er niet bij gebaat is. En dat hebben we in het verleden nooit gekend. En door de BOH worden dingen alleen maar zichtbaarder. En dat is ook heel goed. Maar in het verleden
werd de raad ook niet geconsulteerd voor al dit soort dingen. En dat gebeurt ook niet in andere gemeenschappelijke regelingen. Ja, en op sommige punten moet u misschien dan de statuten aangepassen, want het is aan heel veel zaken zijn gewoon aan het AB voorbehouden. Ja? Mevrouw Hansen, heeft u nu hier omtrent dit onderwerp voldoende te horen gegeven van de portefeuille? Ik had nog niet mijn vinger aan het knopje, dus voor dit moment. Prima, voldoende. Dank u wel. Mevrouw Luijten. Ja, ik heb ook nog een verduidelijkende vraag, want ik begreep eigenlijk net een opmerking niet van de wethouder. Die zei, ja, als we geen reserve hebben, dan wordt het zo onhandig, want wat nou als een van de twee gemeentes, als de BOH wel geld nodig heeft, maar een van de twee gemeentes komt het even niet goed uit en wil dat niet betalen. Daar begrijp ik eigenlijk twee dingen niet aan. Ten eerste, in mijn beleving, zo heb ik het begrepen, doet de BOH werk in opdracht van de beide gemeentes. Als een gemeente geen geld heeft of dat werk niet zo belangrijk vindt, gebeurt dat werk voor die gemeente ook niet. Dus het lijkt me dat als je in die opdracht wel geld tekort komt, dat je dat dan betaalt als gemeente. En ten tweede, als een gemeente dat niet wil betalen, kennelijk omdat dat werk, dat beleid in de raad niet zo belangrijk wordt gevonden, dan zou je toch ook niet willen dat de BOH dat op eigen houtje dan toch maar zelf gaat zitten uitvoeren. Dus die, misschien kunt u verduidelijken hoe u die opmerking dan precies bedoelde. Ja. Kijk, ik heb aangegeven dat er een andere overheid ook kijkt of we voldoen aan, of we de risico's die we lopen, of we daarin, normale situaties aan kunnen voldoen. En als daar zich een risico, als er zich een risico voordoet, ja, dan heb je daar in de regel een algemene reserve die je daarvoor aan kunt wenden. Ja? En die algemene reserve die is bepaald in onze gemeentelijke begroting door de raad. Ja? De raad heeft aangegeven, wij denken op basis van aanbevelingen dat we zoveel weerstandsvermogen nodig hebben. Voorzitter. Ja? Op het moment dat vanuit de BOH er een verzoek gedaan wordt om gebruik te maken van de algemene reserve, zeg maar, van de gemeente, omdat er zich binnen de BOH iets voordoet, ja, waar de BOH zelf niet in kan voorzien, dan is het niet vanzelfsprekend een automatisme voor de andere overheid, voor de provincie in deze, ja, dat die middelen ook zomaar beschikbaar gesteld worden. Ja? En daar zit voor ons ook een deels risico. Ik had er vanavond nog over met een van onze financiële mensen die zei, het is elke keer bij de provincie is het onderwerp van gesprek, kan de gemeente zijn risico's afdichten, kan de BOH zijn risico's afdichten. En de risico's van de BOH zijn een stuk minder dan die van de gemeente. En nou, we hebben proberen aan te geven aan welk niveau we ongeveer zitten te denken voor wat betreft het weerstandsvermogen. Dus we willen ook graag voldoen aan de regelgeving zoals de provincie die stelt. En we zouden het niet zo prettig vinden dat we, omdat we niet kunnen voldoen aan het risicobeeld wat er is van een organisatie als de BOH, dat we daardoor onder verscherpt toezicht of zo worden gesteld. Nu maakt het wel heel dramatisch. Even naar meneer Stelstra. Meneer Stelstra, verduidelijk de vraag. Maar zou het dan ook niet zo kunnen zijn dat wij als gemeente een gedeelte van het risico van de BOH binnen ons weerstandsvermogen daarvoor reserveren? Ja, dat zou ook kunnen. Ja. Maar dat betekent dat wij dat niet alleen als gemeente doen, maar dat ook om een deel van zijn algemene reserve reserveert voor het risicoprofiel van de BOH. Maar ja, hoe omslachtig wil je het maken? Denk ik dan. Ja, ik hoor de hele tijd omslachtig en het zijn ambtelijke zaken, dus we mogen daar niet te veel van vinden. Dat zeg ik niet. Het is bedrijfsvoering, zeg ik. Ja, bedrijfsvoering. Ik zocht even naar het woord, dank u wel. Ja, alsjeblieft. Maar goed, het is mij nog steeds niet duidelijk, en dat waren misschien de technische vragen. Hoe vaak het nou voorkomt dat daar gebruik van wordt gemaakt. Hoe urgent het nou is. Kijk, als ik nu naar het staartje kijk, dan zie ik elke keer dat het weerstandsvermogen exact hetzelfde bedrag heeft als de vorige keer. Dus daaruit concludeer ik, het is niet nodig geweest. Dus we kunnen daar een potje neerleggen. Dan zou ik net zo goed dat potje bij onze gemeente neerleggen. En als het nodig is, dan voorzie ik dat deze raad niet moeilijk gaat doen om middelen beschikbaar te stellen. En bij aanvang van de BOH hebben we deze discussie al met elkaar gevoerd. En heeft in ieder geval de ChristenUnie-fractie aangegeven dat wij dat een wenselijke situatie zijn. En naarmate de tijd vordert, zien we dat dat potje toch weer gaat groeien. En dat is ons bezwaar. Ik heb het idee dat het 2015 is, dat het 2014 is. We staan hier elke keer hetzelfde debat te voeren. En vorig jaar is de uitkomst geweest dat onze algemene reserve kon groeien naar 6 ton. En we hebben gezegd, we willen gefaseerd naar 1 miljoen.
Dat zetten we nu in werking. U heeft andere inzichten of komt dat één keer? Dat mag. Maar sterker nog, we hebben hier al zienswijzes over ingediend. Ja, dat klopt. Maar de vorige keer was er een raadsmeerderheid om naar die 6 ton toe te groeien. En toen hebben we ook het perspectief geschetst van hoe we de komende jaren willen groeien naar 1 miljoen. Nou, dit jaar laten we op 6 ton. Ja, omdat daar we denken dat het nu even niet nodig is, maar we willen wel het perspectief van die 1 miljoen houden. Dus u houdt gewoon de vinger aan de pols. We zitten nu op 6 ton. Dat laten we zo. Volgend jaar komen we misschien met een voorstel. Ja, in de begroting is al iets opgenomen. Maar goed, dat kan u amenderen en zeggen van in onze eigen begroting zien we daar die ruimte niet voor. En we vinden op dit moment 6 ton voldoende. Dat zou u kunnen zeggen volgend jaar. Maar het lijkt me om nu een discussie te voeren over 6 ton, die we vorig jaar al hebben vastgesteld. Ja, dat vind ik wat overbodig. Maar goed, dan heb ik nog een verduidelijkende vraag van mevrouw Luiten. Voorzitter, voor zover ik heb begrepen, hebben wij vorig jaar 6 ton geaccordeerd. En dat steeds wordt opgeschreven dat het verlangen bestaat om naar 1 miljoen te gaan. Dat kan ik me voorstellen. Ik heb ook allerlei verlangens. En dat. Gaat u die ook opschrijven? Vertel. Bij deze genoteerd, mevrouw Luiten. Ik denk dat ik deze zin maar niet afmaak. Ik hoorde mijzelf zeggen, ik denk, waar ga ik nou naartoe? Nee, maar wat ik bedoel te zeggen is dat de BOH dat verlangen heeft, dat kan wel wezen. Maar er is hier politiek natuurlijk uitgesproken vorig jaar dat we 6 ton eigenlijk wel welletjes vinden. Dus om nu opnieuw op te schrijven dat we wel weer naar 1 miljoen gaan, ja, dat kunt u prima elk jaar opschrijven. Maar dat zal dan toch opnieuw politiek iets over gevonden moeten worden. Ja, waarbij, en dan, ik wil het niet in het formele stellen trekken, maar de feitelijke situatie is, volgens statuten, is dat het algemeen bestuur stelt gewoon de begroting vast. En u mag daar een zienswijze op indienen en die kunnen wij dan op een bepaalde wijze weer leggen. Maar dat vind ik zo formeel, in zo'n situatie zou ik niet willen geraken. Dus ik zou u willen vragen, de 6 ton is nu de 6 ton, en laten we op het moment dat wij weer met een voorstel komen om het te verhogen, en dat kan in 17, 18 of 19 zijn, dat we dan opnieuw de situatie onder de hogeschool nemen. Ik ga naar de heer Dogger. Meneer Dogger, als dit een soort van gelijke vraag is, dan denk ik dat we dit onderwerp al wel voldoende hebben doorgekapt met elkaar en dat we niet in herhaling moeten vallen. Maar als het andere inzichten gaat geven, dan wil ik u vrij stellen om die vraag te stellen. Dat is een mooi formeel betoog. Ik zal geenzelfde vragen stellen. Dank u wel. Wat mij een beetje triggert is, je gaat bij het afwegen van je algemene reserve, je weerstandsvermogen, ga je risico's bepalen en benoemen en vervolgens daaraan ook een algemene reserve koppelen. Als die afweging gemaakt is afgelopen jaar en de risico's, ja, die zijn natuurlijk in beeld, dan zullen die risico's natuurlijk ook een bepaalde bestendige gedragslijn in zich hebben. Dan verbaag ik mij dus af waarom het college bij dat groot overschot wat er afgelopen jaar was niet heeft voorgesteld om, met inachtneming van de inschatting van de risico's, om de algemene reserve al dit jaar niet te verhogen. Dat begrijp ik dan weer niet, als ik het betoog van de wethouders hoor. Ja, volgens mij hebben we dat ook zo besloten. Ja? En voor het vaststellen van een algemene reserve, of toevoeging aan een algemene reserve, in een situatie waarin je met meerdere partners zit, moet je daar ook met meerdere partners overeenstemming over hebben. En het moet ook voor beide partners, in dit geval, ook uitkomen op dat moment. Dus het ligt aan de partners of wij onze algemene reserve gaan verhogen, en het ligt niet aan de risico's die we inventariseren. Dat vind ik een rare conclusie. Ja. Maar wel een conclusie gebaseerd op uw woorden. Maar we hebben dat al eerder gezegd. We hebben al eerder aangegeven van wij denken dat het risico 1 miljoen zou moeten zijn. En daar willen we gefaseerd naartoe groeien. En ik geloof dat we wel eens 2020 zoiets genoemd hebben. Dus wij denken dat als we 1 jaar niet toevoegen, dat zou moeten kunnen. Ik denk, als wij het voorstel zouden doen om de algemene reserve met 3 ton te verlagen, dat 15 kilometer hier vandaar de handen op elkaar gaan. Ja, ik ken de handen van 15 kilometer verderop niet. Nou, daar wil ik wel een voorspellend vermogen bij leggen, ja. Oké. Goed, ik denk dat we dit onderwerp nu met elkaar voldoende hebben doorgenomen over de algemene reserve. En ik wil graag de wethouder vragen om verder te gaan met de beantwoording van de overige vragen. Ja, ik ben het daar niet met u mee eens. Ik heb namelijk ook nog gevraagd dat de accountant aangeeft dat de analyse vrij beperkt is over het weerstandsvermogen. En ik was even benieuwd
Of het college vindt dat daar een betere analyse moet komen of dat de accountant... In de begroting hebben wij een wat uitvoeriger analyse gegeven. En dat is uit meerdere componenten opgebouwd. En u kan het in de begroting volgens mij op pagina 17 of zo kan u lezen. Ja, 1% meer ziekteverzuim is 3 ton bijvoorbeeld. De risico's die ICT-implementatie met zich meebrengen. En we staan toch wel aan de vooravond van een paar wat grotere ICT-implementaties. Ja? Dus daar is de hele opsomming gemaakt. Het voert mij nu te ver om daaruit voor te lezen. Nee, goed, dat hoeft ook niet. Maar heeft u die ook gecheckt met de accountant? Was dat beter? Die heb ik. Ik weet het niet of die gecheckt is. Zou ik niet weten op dit moment. Maar dat zouden we alsnog kunnen doen. Ja. Dat was de algemene reserve. Goed, de bezuinigingen zijn die doorgeschoven van 2017 naar 2019. Nou, dat is al eerder besloten. En dat heeft ook met frictiegelden en dergelijke te maken. Dat die ook elk jaar doorgeschoven worden. Dat we gezegd hebben van een deel van de bezuinigingen die kunnen we realiseren. Maar dan zetten we ze iets verder door in de tijd. Omdat er dan meer mensen de organisatie kunnen verlaten via natuurlijk verloop. Daar is niet meer geld mee gemoeid. Hetzelfde hoeveelheid frictiekosten. En dat is ook, ook een van de redenen waarom is de voorspelbaarheid van de begroting, waar de accountant vorig jaar of dit jaar opmerking over maakt, waar u een opmerking over maakt. Ja, we hebben ervoor gekozen om voor frictiekosten, maar ook voor projectgeld, geven eenmalig stellen we het geld beschikbaar, maar de uitgaven vallen niet in dat ene jaar. Dus je sleept iedere keer, en als je kijkt in deze rekening, dan zit er toch ruim 3 miljoen, ik denk al zo'n 3,5 miljoen van het resultaat, zijn of frictiekosten die later vallen, of zijn projectgelden die later worden uitgegeven. Nou, we hebben voor wat betreft de frictiekosten hebben we afgesproken dat we daar dan maar een reserve voor gaan maken, om niet elk jaar dit soort effecten te hebben. Voor projecten kun je ervoor kiezen om projectgeld beschikbaar te stellen en dat in 3 gelijk of 5 gelijk of 4 gelijke termijnen na gelang het verloop van zo'n project is. Zou je dat uit kunnen smeren over de jaren. Nou, die keuze hebben wij niet gemaakt. Vandaar ook dat als je het hebt over de voorspelbaarheid, dan moet je volgens mij naar de zuivere cijfers kijken, zoals ik dat dan maar even interpreteer. En dat is met die 5,6 of 5,8 miljoen, die 3,5 miljoen, dat is frictiegeld dan wel projectgeld. Dan is dus op een begroting van 45 miljoen, heb je nu een resultaat van, wat is het, 1,5 of 1,6 miljoen. Dat is dan ongeveer het verhaal. Valt het dan binnen de bandbreedte van de voorspelbaarheid? Nou, we hebben er met de accountant over gesproken. Ja, als je hem zo presenteert, dan is dat redelijk acceptabel ook. Ja. Maar dat heeft dus ook met een stukje techniek te maken. Het was het voorspellend vermogen. Ja, er wordt een opmerking gemaakt over formatie. Er wordt een opmerking gemaakt over personeel wat wel of niet de organisatie verlaat, personeel wat wel of niet intern wordt gedetacheerd. Ja, we hebben daar natuurlijk niet helemaal de handen vrij, hè? Ja, zo'n opmerking als 20% wat feitelijk de organisatie hier verlaat, we hebben met een sociaal statuut te maken. In dat sociaal statuut staat dus wel dat er geen gedwongen ontslagen mogen volgen. Ja? En zo'n opmerking moet je dan ook over 20% wat feitelijk de organisatie hier verlaat, moet je in die context zien. En dan die inhuur die van 8 naar 2 gaat, zeg maar even, in miljoenen. Dat heeft met name te maken met de inhuur van Larcom in het verleden. Ja, en de Larcom-medewerkers zijn nu medewerkers van de gemeente geworden. Daar bent u over geïnformeerd. Dat is een van de grotere posten die daarmee vervalt. Hoe gaat u dat realiseren? In principe is dat al gerealiseerd. Dat binnenklimaat. We hebben dit gebouw een jaar of wat geleden gebouwd en toen hebben we ervoor gekozen omdat allerlei vooraf berekeningen wezen uit dat de luchtvochtigheid hier in het gebouw ook in de winter bij vorst op een acceptabel niveau zou blijven. En na een paar jaren, een paar winters, kwamen we tot de conclusie dat de luchtvochtigheid met name in de winter hier beneden een acceptabel niveau is en dat geeft allerlei irritatie bij mensen, ogen, keel enzovoort. We hebben gelukkig wel de infrastructuur daarvoor aan laten leggen, dus zeg maar de loze leidingen. En we hebben vorig jaar hebben we besloten om alsnog luchtbevochting aan te brengen in het gebouw. Dat is een grote post geweest, maar ook zonnewering hierachter, maar omdat het toch ja, ook in overdag
vinden hier toch nog meer activiteiten plaats dan we hadden verwacht. Met veel zon erop kun je heel moeilijk hier iets presenteren en wordt het ook wel wat te warm. Dat zijn zo van die aanpassingen die je doet na verloop van tijd in zo'n gebouw. Ook schoonmaakkosten, we hebben een paar rondes extra schoonmaak gehad. Omdat ook vanuit de evaluatie bleek dat er toch wel te veel stof in het gebouw zat op bepaalde plekken. Daar hebben we extra schoonmaakrondes voor gehad. Dat verklaart niet alle extra uitgaven, maar wel een groot deel daarvan. We hebben elk jaar een discussie met de accountant en die zei, dat is het laatste jaar dat ik er iets over zeg. Het resultaat 2015, dat nemen we pas in de rekening 2016. Het resultaat BOH, dat heeft te maken ook met planning enzovoort. Want het algemeen bestuur van de BOH, die is nog niet zover dat ze de rekening hebben goedgekeurd. Ja, want dan willen ze eerst zienswijzes van niet. Dus qua timing past dat ook niet. En we hebben ook tegen de accountant gezegd, ja, u kan dat wel vinden. Maar dan zou dat betekenen dat we nog veel eerder in het jaar met de rekening zouden moeten komen van de BOH en misschien ook wel met de begroting. Dat lijkt me een goed plan. Voorzitter. Meneer Gerling. Mag ik nog even terugkomen op het antwoord van de wethouder? Want ik moest er even uitrekenen hoe het zat met de personele lasten. Want de wethouder hoorde ik net zeggen, de betalingen in huurderen worden nu bij de gemeente op de loonlijst gezet. Dat is raar, want de loonstaat neemt maar met knap een miljoen toe. Dus dan zit daar toch heel veel verschil in tussen het inhuren van de derden en het plaatsen daarvan voor 6 miljoen op de gemeentelijke loonlijst. Dat is een beetje een technische vraag, maar gelukkig hebben we een techneut in ons midden. Voorzitter, mag de heer Hulsborst dat even uitleggen? Dat mag hij zeker. Ja, vorig jaar hebben we die discussie volgens mij hier ook gehad. Binnen de bestuurders om Hardenberg wordt personeel ingehuurd, bewust personeel ingehuurd op tijdelijke basis. Dat kunnen ZZP'ers zijn, maar dat kunnen ook mensen zijn die ingehuurd worden via CISO. Omdat wij gewoon vanuit onze visie zien dat er mogelijk wel op termijn een krimp in het personeel bij sommige onderdelen zit. Daar willen wij geen vast personeel op inzetten. Maar dat personeel wordt, het loonsom van het personeel wordt wel betaald uit de begroting die wij hebben voor vast personeel. En daardoor zie je die verschuiving. Die verschuiving hebben we vorig jaar ook gezien. Dat heeft dus niks met de LARCOM te maken dan? Nee, dat heeft niet alles met de LARCOM te maken. Dus dat is niet het totale bedrag is dekking LARCOM. Maar dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met, om een voorbeeld te noemen, we hebben acht tijdelijke medewerkers bij de publiekdienst zitten op het KCC. Daarvoor zien wij op termijn krimp door digitalisering. Dat zou niet echt slim zijn om daar nu vast personeel op in te zetten, want die raak je dan over een aantal jaren gewoon moeilijk kwijt. En daarom hebben we tijdelijk personeel erin gezet. Nog één vraag dan, voorzitter, want dat begrijp ik. Dat is toch wel, in mijn beleving wat anders. Maar dan nog is het structureel. Het is een kwart van de totale loonkosten is inhuur derden. Dat is nodig, zegt u, want om aan de werkzaamheden te kunnen voldoen. Maar waar komt dan vandaan dat dat volgend jaar ineens al minder is? Gaat u minder mensen inhuren? Heeft u minder mensen nodig? Wat gaat u daarin veranderen? Nee, omdat het bedrag wat beschikbaar is voor het tijdelijk personeel, dat staat gewoon in de categorie voor wat beschikbaar is voor vast personeel. En daar wordt wel, uiteindelijk wordt daar een overboeking gedaan naar het tijdelijk personeel. Hè? Omdat je dus het tijdelijk personeel gaat betalen uit het bedrag wat beschikbaar is voor het vast personeel. Dus die mensen worden ingehuurd op de functies die we hebben. Nou, om even aan te geven, ik heb een voorbeeld bij het KCC te blijven. Daar hebben wij in het functieboek en dus ook in de begroting een x-bedrag voor zoveel FTE aan loonsom. Daar zit een deel vast personeel, maar er zitten ook in dit geval acht mensen die via een uitzendbureau worden ingehuurd. Die worden dus wel op een andere manier geboekt, hè, want dat moeten wij boeken als tijdelijk personeel. Maar die worden betaald uit de loonsom die we beschikbaar hebben voor vast personeel. Omdat dat ook behoort bij het functieboek. Daar zit een relatie tussen. Goed, dan weer het woord aan de portefeuillehouder. Er was, dacht ik, nog een vraag wat we zouden doen met de aanbevelingen van de accountant. Het voorspellend vermogen, daar heb ik al iets over gezegd. Ja, daar moeten we ons toch nog eens beraden. We hebben voor die frictiegelden, maar goed, dat is ook eindig. Hebben wij een algemene reserve in het leven, geroepen. De rechtmatigheid over inkopen en aanbesteden. Ja, daar hebben we vorig jaar, heb ik daar ook van gezegd,
ook in aanleiding van de opmerking van de accountant dat we daarmee bezig zijn en gaan, maar dat het niet van vandaag op morgen is opgelost. U heeft net ook wat informatie gehad waar het ongeveer in kan zitten. Maar het heeft wel onze bijzondere aandacht. Kijk, de afdeling inkoop heeft alle voorwaarden voor elkaar om het op de juiste wijze te doen. Ik word er alleen emotioneel van. Om het op de juiste wijze te doen. Soms is slagvaardigheid gaat soms voor nauwkeurigheid in het kader van aanbesteding. En daar willen we, en dat hebben we in het college, is er ook steeds onderwerp van gesprek voor alle portefeuilles. Daar willen we wel de organisatie steeds meer op sturen, dat ze daar toch oog voor hebben. En met name een van de dingen die speelt is dat als je 4 jaar achter elkaar eenzelfde bureau inzet inhuurt voor bepaalde klussen. En je blijft die afzonderlijke jaren beneden de norm, maar dan wordt het wel, je moet het sommeren. En daarmee kom je boven bepaalde grenzen. En dan moet me toch even van het hart. Ja, je hebt de letter van de wet, je hebt de geest van de wet. En dat voorbeeld is vanavond ook al eerder ter tafel gekomen. Is, als je de restwarmte van Wavin wil gaan gebruiken voor de sportboulevard en voor het gezondheidspark straks, dat de accountant daarop aanslaat dat het niet voldoet aan allerlei aanbestedingswensen en eisen. En dan kan je zeggen, ja, aan de voorkant moet je daar een heel dossier van opbouwen. Dat is niet gebeurd. Want het enthousiasme was heel groot om juist die restwarmte te kunnen gebruiken. En dat je dan, en dat bepaalt niet alleen de overschrijding, maar is wel een belangrijk element erin. Denk, nou, had in souplesse, ja, was dat op zijn plaats geweest. En voor wat betreft de laatste aanbeveling, moet ik even spieken welke dat ook weer was. Vind ik dat niet over detachering? Ja, dat is een kwestie van administratie. En dat zal opgepakt worden. Daarvan. Voorzitter. De heer Rodemond. Dank u wel. Ja, ik had zojuist al de vinger opgestoken, maar ik dacht ik wacht even dit antwoord af. Zie ik toch een aansluiting op een vraag die ik wilde stellen. En dat gaat eigenlijk over de verhouding tussen de accountant die ons controleert en deze gemeente en deze portefeuillehouder dan ook. Eigenlijk is mijn vraag, is het niet een idee om te kijken naar een beter wederzijds begrip wat dat betreft? Want we krijgen hier in de Raad steeds een discussie over bijvoorbeeld het voorspellend vermogen, het nemen van voordeel en aanbestedingsroutes, terwijl u eigenlijk daar best een zinvol antwoord op zou kunnen formuleren, misschien al richting de accountant, ter voorkoming van dit soort discussies hier. Ja. Nou, ja, dat hebben wij ook gepocht. Ik zal even één voorbeeld eruit lichten. Wij wilden graag dat in de tekst zou komen het resultaat van de BOH is, zeg maar, die 1,6 miljoen. En dan daar dan de uitleg achter van die 5,8 miljoen teruggeredeneerd van frictiegelden, projectgelden. Dat leek ons heel legitiem. Was onbespreekbaar, omdat dat je daarmee niet voldoet aan, noem het maar even, wettelijke eisen. Nou, en dan respecteren we dat. Ja, we kunnen ook niet anders trouwens. Maar ja, voor de. Ik sluit dan denk ik volledig aan bij jouw opvatting. Dan heb je ook die discussie niet. Omdat het ook heel gemakkelijk te verklaren is waarom het zo is. Ja, waarom die planbaarheid. Ja, wat onder druk staat door dit soort technische zaken. Maar waarom wordt dit dan niet in een aanbiedingsbrief naar ons toe beter gecommuniceerd? Hè? Nogmaals, ter voorkoming van allerlei misverstanden hier in de Raad. Nee, maar kijk, dat is zo. Maar de accountant heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheden. En die heeft ook zijn eigen bevoegdheden. En dat moet je respecteren. Ja? En als je dan in een brief, dan lijkt het net alsof je de zaak af zit te zwakken of zo. Of dat je. Ja, dat beeld willen wij ook niet wekken. Dus ja, uiteindelijk accepteer je dat. Voorzitter, ik ben al heel lang aan het woord geweest. Ik dacht dat ik er wel door was. Voorzitter. Meneer Stelpstra. Ik heb het vermoeden dat de portefeuillehouder een papiertje kwijt is. Want als ik naar mijn vragen krijg, dan zijn ze allemaal niet beantwoord. Wellicht dat een breed verhaal over weerstandsvermogen een aantal technische vragen moest tackelen. Maar ik had ook nog een vraag gesteld over zero-based budgetting. Een notitiebezuiniging in perspectief. Daar heb ik geen antwoord op gehoord. Ik kijk even naar de portefeuillehouder. Kan daar alsnog een antwoord op komen? Nou, een paar van die vragen die had ik
al geschaad onder de technische vragen, dat daar de noodzaak van beantwoorden niet zo was. Maar als het gaat over dat rapport wat u noemt, dat is gewoon openbaar. We zorgen dat u dat krijgt, als u dat dan niet gehaald heeft. En dan staat er in het jaarverslag dat er zero-based budgeting is ingevoerd. Alleen er wordt een weerstandsvermogen van 162.000 opgebouwd voor de afdeling dienstverlening. Ik ben even benieuwd naar wat toelichting daarop. Dat mag zeker. Het is overigens wel redelijk technisch gedaan, maar laat het goed om dat nu te beantwoorden. Dus dat wordt technisch antwoord dan, hè? Nee, binnen de afdeling dienstverlening hebben wij, volgens mij 2 jaar geleden, hebben wij de zero-based budgeting toegepast. We hebben gekeken van wat is het budget, dat had ook te maken met de samenvoeging van beide ambtelijke organisaties. Er zit veel in de bedrijfsvoering, die afdeling. Daarvan hebben we gezegd van ja, we willen kijken wat het budget is en wat de prestaties zijn die daarbij horen. Nou, daar bleek uit dat, dat er nogal wat ruimte zat. Maar daarvan hebben we wel gezegd van ja, het is goed om in het kader van de bezuiniging, destijds begeleid door Hiemstra en de Vries, durven wij het aan om een ton terug te geven aan, aan de organisatie vanuit die zero-based budgeting. Maar we hebben wel gezegd van ja, het resterende bedrag willen we toch even achter de hand houden, omdat we niet volledig de zekerheid hadden of alles wel aansloot. Blijkt in de praktijk ook dat er nog wat opplopt wat we niet meegenomen hebben bij die analyse van zero-based budgeting. Vandaar even dat we gezegd hebben, we houden dat geld nu nog even binnen de afdeling dienstverlening achter de hand. Maar mocht het nodig zijn, mocht blijken dat wij dat geld niet nodig zijn, dan gaat het gewoon terug naar de organisaties. Wanneer blijkt, of wanneer wordt dat duidelijk? Nou, ik denk dat ik daar, het is nu, ik denk dat we eind 2017 die duidelijk hebben kunnen geven. Goed, dank u wel. Dan kijk ik rond voor een eventuele tweede termijn. Wie heeft de behoefte aan een tweede termijn? Meneer Gelling. Voorzitter, ik ben nog niet toe aan een tweede termijn, want ik heb dezelfde vraag als de heer Stelstra, als ik dan mag stellen. Want ik denk ook dat de wethouder een briefje kwijt is. Namelijk mijn vragen rondom de begroting en dan de ontwikkeling van de reserves die erin zitten. En dan wil ik toch proberen om dat nu, omdat de wethouder ook weer naar zijn stoel is gegaan, om dat toch even in de tweede termijn te vatten en dat in 1 keer te laten beantwoorden. Bij u goed vinden dan ook. Kom op, voorzitter. Moet ik hetzelfde verhaal weer gaan voorlezen? Meneer Stelstra, volgens mij heeft u al meerdere malen nu het woord gehad met vragen aan de wethouder om aanvullende opmerkingen en vragen die u gesteld heeft. Ik was net in de veronderstelling, nu de wethouder ging zitten, dat u klaar was met uw vraagstelling. En vervolgens komt u nu weer met eenzelfde vraag. Dat vind ik dan toch wel wat bijzonder. Ik stel niet dezelfde vraag. Ik geef aan dat een aantal vragen niet beantwoord zijn. Ja, en volgens mij heeft u net verzocht om beantwoording en hebben we beantwoording gehad. En komt u nu weer in de rebound voor dezelfde vragen. Dus dat bevreemd mij wat. Dus ik wil toch pogen, ook omwille van de tijd, de tweede termijn en de eerste termijn nu in 1 te vatten en dat gezamenlijk te laten afronden. Ik had de heer Gelling. De heer Gelling had een aanvullende vraag. Ja, voorzitter, dank u wel. Mijn vraag betreft de begroting. En dan toch even weer naar het voorspellend kader daarvan. Want de hele organisatieagenda zoals die daar ligt, kent 4 sporen. Ik zal ze niet voorlezen, want het toch heeft gelijk. Ze staan gewoon in de begroting, dus ik vond het zelfs bekend. Maar bij alle 4 de sporen geeft de begroting verantwoordelijk portefeuillehouder aan dat er later op terug wordt gekomen ter zake van speerpunten en actie bij de textuele aanpassing van de begroting 2017. Vindt u dat niet een beetje raar in een begroting om dat soort punten niet uit te werken en daar bedragen aan toe te kennen? Want daar is een begroting toch uiteindelijk voor? Dank u wel. Ik kijk verder rond. Is dit de tweede termijn? Dit is de tweede termijn, ja. Prachtig. Over het weerstandsvermogen de volgende vragen. Hoe vaak is het tot nu voorgekomen dat er problemen zijn opgetreden door een te laag of geen weerstandsvermogen? Hoe vaak is het weerstandsvermogen? Hoe waarschijnlijk is het dat het weerstandsvermogen gebruikt gaat worden? Wat is de doorlooptijd bij een probleem als er budget nodig is bij een spoedgeval? Dank u wel. Even voor de goede orde, dat waren 3 vragen. Ik ga mijn vragen niet herhalen, want ik neem aan dat de wethouder nog leeft. Dan heb ik het woord aan de portefeuillehouder. Ik zie dat hij nog aan het schrijven is en nog even wat tijd nodig heeft. Voorzitter, de vraag van de VVD-fractie dat je wel al dingen noemt, maar dat je ze nog niet nader specificeert en dat je daar later op terugkomt, dat heeft ook gewoon te maken met het moment in het jaar. 2017 is nog gewoon een heel eind weg en je bent nog
werken de weg ben je nog bezig. En een deel van die gegevens zijn al opgesteld in maart. Dus dan moet je in maart al iets zeggen over 2017. En we hebben voor een deel gewoon de gegevens overgenomen van 2016. Maar u zegt dus eigenlijk van bij het moment van de begroting is het momentum te ver weg om goed te begroten. Dat is in sommige gevallen is het nog wel heel lastig om het een concretere invulling te geven. Ja? Meneer voorzitter, mag ik dan misschien een suggestie doen aan meneer Gelling dat misschien met dat voorspellend vermogen te maken heeft? Ja, maar nu trekken we toch een beetje in het grappige, voorzitter. Maar het is wel wat raar, hè, dat je zegt, ik hoor de portefeuille zeggen, op het moment dat we die begroting maken, hebben we geen inzicht in dat wat er eigenlijk begroot moet worden. Het is te ver weg. U zegt geen inzicht. Ik zeg niet volledig inzicht. Geen volledig inzicht. Toch lijkt het mij wel handig. Ik denk dat dat wel onderschrijft ook de voorspelbaarheid, die overigens voor het grootste gedeelte op salariskosten zit. Maar dat het voor een begroting wel zaak is, laat ik het positief formuleren, om als je iets begroot, ook enig goed inzicht, hè, want de mate van afwijking is 2-3%, dat is niet veel. En dat het misschien dan een ander momentum gekozen moet worden waarop je gaat begroten. Nou, of je komt met een aanpassing op de begroting. En dat zou sowieso kunnen. Als u aan het eind van dit jaar de begroting 2017 vaststelt voor de gemeente Hardenberg, dan zou dat implicaties kunnen hebben voor de dienstverlening vanuit de BOH. Dan passen we ook aan. Dus u moet ook even, dat proces van de BOH is een ander soortig proces dan het proces van de begroting van de gemeente. Ja, en daar zitten we heel laat in het jaar, heel kort op recente ontwikkelingen en het anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. En de BOH is, voor de BOH is dat een stuk lastiger, omdat je voor gemeenschappelijke regelingen moet je voor 1 juli of 18 juli of 12 juli moet je een begroting aanleveren. En dat heeft wat beperkingen. Ja. Het CDA vroeg nog even hoe het kon dat er in de begroting toenames van reserves stonden voor wat betreft OG en voor wat betreft ICT. Dat heeft voor wat betreft OG te maken met het opbouwen van het ideaalcomplex. Er zitten alle investeringen achter. En als u weet hoe een ideaalcomplex weet, dan weet u ook ongeveer wanneer er dan, of dan kunnen we ook aangeven wanneer ongeveer die investeringen plaats zullen vinden. En maar voor een ideaalcomplex houdt ook in dat er dus wel investeringen gepland zijn. Ja, zeker. En die staan dus niet in die jaren na 2017. Oh, nou moeten we even kijken. Ja, u wil vanavond waarschijnlijk, of we zullen vanavond besluiten, maar we kunnen nu dat doen toekomen. Nou, u kan inzage krijgen in hoe dat ideaalcomplex voor OG eruit ziet. Ja? Maar ik weet niet of u dat wil weten. Vroeger wilde u dat ook niet weten. Maar er zijn investeringen. Dat is voor u een vraag en voor mij een weet. Wat zeg je? Dat is voor u een vraag en voor mij een weet. Maar als u het wil weten, kan u het krijgen. Ja? Voor wat betreft ICT hebben we geen ideaalcomplex, hebben we een meerjarig investeringsplan. En die wordt ook gevoed om uiteindelijk die investering op ICT te kunnen doen. De ChristenUnie vraagt naar hoe vaak heeft er zich een calamiteit voorgedaan. En ik zal een voorbeeld noemen. Het hele verhaal rondom ICT-beveiliging en hackers enzovoort, dat is best een actueel verhaal. En een paar weken geleden werden wij ook verrast. Dat bleek dat wij een pakket in huis hadden wat kwetsbaar was. Op dat moment vlieg je een hele hoop deskundigheid in om dat risico af te dichten. Nu was dat heel snel, kon dat met behulp van de leverancier, kon dat verholpen worden. Maar je kunt daar dus, stel dat lek aan informatie heeft opgeleverd, nou dan kan dat behoorlijk wat risico's met zich meenemen en ook claims. Ja? Dus hoe vaak doet het zich voor? Kijk, er zijn ook allerlei zaken die niet zijn voorzien, die kunnen vanuit een lopende begroting, kunnen we die nog steeds financieren. En dat zijn hele kleine, relatief hele kleine posten. Ja? Maar we hebben op het gebied van ICT, loop je toch elke dag risico? Ziekte, dat op dit moment ziekteverzuim is redelijk op niveau, maar droeg maar een keer iets te zijn. Ja? Ik zou bijna zeggen een epidemieachtig iets. En dan de eerste 45 dagen krijg je niet bekostigd, of ook niet deels bekostigd, dus dat kan gelijk behoorlijk in de papieren lopen. Dus op de vraag hoe vaak gebeurt het, je hebt heel vaak afwijking van datgene wat je begroot, maar dan in mindere mate. Ja? En dat is, ja, we hebben niet voor niks ook in de algemene reserve van de gemeente, hebben we 4 miljoen extra zitten voor de WMO. Hebben we ook dit jaar niet aan hoeven spreken. En toch willen we die reserve. Ja? Ik snap het wel, maar ik probeer het een beetje te trechteren naar de noodzaak daarvan. Okay. En tot op heden lijkt die voor mij nog niet. En ook de provincie is voor u geen reden? Oh nee, ik hoef niet in debat te gaan. Nee, ik vind dat vind ik wel een interessant punt. Want wat zou het dan moeten zijn volgens de provincie?
U geeft aan, we praten erover. Maar dan zou het ook prettig zijn als de provincie wat op papier zou zetten. Want dan kan u zeggen, nou dan heb ik niet zoveel discussie met de raad. Nee, maar je legt zelf je argumenten onder een weerstandsvermogen wat je wil hebben. En dat is voor de provincie wel of niet acceptabel. Ja. En daar zijn we dus mee bezig. Dus dan zou het ook net zo goed in ons eigen weerstandsvermogen kunnen zitten? Nee. Dat mag niet. En waarom mag dat niet? Omdat OMMEN het dan ook zou moeten doen, begrijp ik. Je bent een eigenstandige GR. Ja. Ja. Met je eigen risico's. Veel minder dan van de gemeente zelf, zoals ik al heb aangegeven. Maar je mag dus, als je het over weerstandsvermogen hebt, dan moet je als eigenstandige GR, moet je eigen weerstandsvermogen moet je opbouw hebben. Want je bent ook een eigen bestuurslaag. Mevrouw Luiten. Nou, het lijkt me dat je alleen maar weerstandsvermogen nodig hebt voor risico's die je zelf loopt. En op het moment dat er een garantie ligt, bijvoorbeeld van de gemeente, dat zij zich garant stellen voor risico's, dan heb je dus geen risico. En dan hoef je weerstandsvermogen dus niet zo hoog te zijn. Het lijkt me dat je dat aan de provincie zou moeten kunnen uitleggen. Ja, misschien kun je het wel uitleggen. Maar tot nu toe is de provincie wel degene die steeds bij ons terugkomt van hebben jullie de risico's voor de, wat betreft de gemeenschappelijke regeling? Kunnen jullie die afdichten? Ja, dus. Maar kijk, het lijkt me goed, want laten we de discussie er nu over stoppen, want we kunnen nog heel hoog doorgaan. Ja, ik ben niet de voorzitter, maar ik stel het wel voor. Ja? Maar dat wij misschien als we volgend jaar deze discussie weer voeren, dat we nog eens eventjes het aanscherpen van, dan ook in een nota, ja? Dat we dit soort componenten, wat nu mondeling over tafel gaat, dat we dat nog eens even in een nota vervatten. Goed, volgens mij zijn hiermee de vragen beantwoord. Ik kijk nog even heel indringend naar de heer Stelpstra. Ook voor de heer Stelpstra zijn ze beantwoord. En dan rest mij de vraag of dit als een hamerstuk door kan naar de raad, of dat er zienswijzen ingediend zullen worden. Voorzitter, wat het CDA betreft is er al meer dan voldoende over bedrijfsvoering gesproken. En met de toezegging van de portefeuillehouder om volgend jaar een nota te geven aan de raad over het opbouw van het weerstandsvermogen, denk ik dat ook dat speerpunt wel voldoende afgedekt is. En kan wat ons betreft dit punt naar de hamerstuk. Dank u wel. Zijn er partijen die er anders over denken? De heer Stelpstra. Ik wil het nog even in beraad nemen in onze fractie. De kans is aanwezig dat er een zienswijze komt. Dus ik zou het als bespreekstuk laten staan. Dan kijk ik ook even. Ik zie dat mevrouw Luiten daar instemmend op reageert. Ik zie verder niemand. Dan blijft het een bespreekstuk. Maar ik zit wel even met de tijd die daarvoor nodig is. We zijn een klein beetje uitgelopen. Toch proberen om de raad om dan 9 uur te laten beginnen als dat voor u lukt. En als u meer tijd nodig heeft, kunt u dat dan nu aangeven. Meneer Stelpstra, kunnen we dat proberen? Ik hoor van mevrouw Luiten dat het te proberen is. Hartstikke goed, doen we dat zo. Dan sluit ik dit agendapunt af als bespreekstuk. En dan wil ik graag nu doorgaan naar de rondvraag. En graag mevrouw Luiten als eerste het woord geven. Ik heb iets geheel buiten de orde. Maar ik wil graag iedereen zo direct in de schorsing van harte uitnodigen om samen met mij een prosecco te drinken. We hebben namelijk iets te vieren. En omdat ik vanmiddag vanuit Londen hier naartoe moest vliegen om hier te zijn en mijn team in Londen nu aan het vieren is en ik toch heel graag champagne wil drinken erover, doe ik dat heel graag met jullie. Namelijk, we hebben vanochtend op de Chelsea Flower Show in Londen, dat is zeg maar de Olympische Spelen voor tuinontwerp, een Silver Guild Medal gewonnen. Dat is zeer uitzonderlijk, zeker voor buitenlanders. En omdat er ook een Hardenbergstintje aan zit, want we hebben namelijk 3 hoveniers en een jonge tuinarchitect meegenomen daar naartoe. En Oegema heeft alles getransporteerd, dacht ik, dat is een mooie aanleiding om met jullie zo direct te toosten op de Silver Guild Medal op de Chelsea Flowers. Dus van harte uitgenodigd. Kamer van Luiten, dat zijn nou eens de rondvragen. Kan ik iemand anders nog het woord geven of niemand meer? Dan gaan we over naar de sluiting. Dan wil ik jullie allemaal danken voor deze vergadering. En gaan we straks verder met de raadsvergadering. Dank u wel.